Ja, Wout Vaas, hoeveel interviews heb jij deze week moeten geven in de aanloop naar Heerenveen Excelsior? Ietsje meer dan anders, maar ook niet overdreven veel hoor. Ja, wat zijn we allemaal voorspelbaar, hè? De media die zoekt allemaal jou op, omdat je een verleden hebt bij Heerenveen. Hoe kijk je toch terug op die periode? Het was een wisselvallige periode, denk ik, maar toch wel met een overwegend goed gevoel, want ik heb daar toch mijn profdebuut kunnen maken en ook wel enkele goede wedstrijden gespeeld. Natuurlijk ook twee mindere, maar het is nu, die zijn nu voorbij en dat is verleden tijd en ik kijk nu naar de toekomst. Heb je veel vrienden daar nog? Ik heb met enkele jongens nog contact, dus het was een leuke groep ook. Wat heb je voor indruk bij die ploeg? Jullie hebben ze al twee keer getroffen dit jaar. Eén keer voor de beker, één keer voor de competitie, twee keer verloren. Maar wat is je indruk? Ja, het is natuurlijk een ploeg die altijd voetbal wil brengen. En dat is een sterkte ook, denk ik. Maar het is natuurlijk zaak voor ons om dan in een goed blok te staan en dan proberen er snel uit te komen, denk ik. En jullie hebben afgelopen week bij Vitesse gewonnen. Ja, je zou kunnen zeggen, als je bij Vitesse kan winnen, waarom niet bij Heerenveen? Ja, dat zeggen veel mensen, maar elke wedstrijd is natuurlijk anders. Maar ja, als we bij Vitesse die drie punten kunnen pakken, moeten we proberen hetzelfde te doen. En hetzelfde op te brengen om in Heerenveen ook weer die drie punten mee te nemen. Je hebt een basisplaats, mede ook omdat De Wijs geblesseerd is. Nou ja, misschien kan je wel tot het eind van dit seizoen in de basis blijven. En je hebt volgens mij ook je draai gevonden, samen met Matthij achterin. Ik denk het wel, ja, dat gaat natuurlijk goed. Het is voor mij positief dat die kans is gekomen. En het is ook zaak voor mij om die te grijpen en mijn best te blijven doen en te blijven presteren. Maar ik denk dat ik wel momenteel stabiel bezig ben. En dat is ook mede door Jurgen, want ja, dat klikt wel goed. Wat kan er nog wel beter? Ik denk dat er altijd veel beter kan. Vooral het uitvoetbal, denk ik, kan nog wel veel beter. En ja, veel met de situatie bezig blijven is belangrijk hier. Je bent een groot talent altijd in België geweest, Anderlecht, niet voor niets. Hoe zie jij nu je toekomstperspectief? Nu je twee jaar in Nederland bij twee verschillende clubs in de Eredivisie eraan hebt mogen ruiken. Je begint nu langzaam maar zeker echt basisspeler aan het worden. Dan moeten we na het seizoen samen gaan zitten met de staf van Anderlecht en bekijken hoe dat ze het daar zien. En dan denk ik wel dat ik ga terugkeren naar Anderlecht en hoop ik in de voorbereiding mijn kans te krijgen. En dan zullen we verder evalueren hoe dat de toekomst eruit ziet. Ja, want je hebt nog veel contact ook. Ze volgen jou waarschijnlijk ook vaak. Ja, natuurlijk. De teammanager, zoals ik al zei, daar volgt me wel en daar heb ik wel regelmatig contact mee. Dus dat is wel positief. Dan weet ik ook dat ze van daaruit volgen. Is dat toch nog droom nummer 1, terugkeren bij Anderlecht? Of zeg je nou, de Nederlandse top mag ook wel naar Mengelen? Ik zeg niet nee tegen de Nederlandse top natuurlijk. Maar ja, Anderlecht is wel de club waar ik ben opgeleid ook. Dus dat zou wel mooi zijn. Maar ik plak niet één ploeg op mijn droom, zal ik zeggen. Maar het zou wel mooi zijn. Nog eventjes tot slot over de ranglijst. Ja, jullie staan op dit moment in zijn periode dat je twee dingen kan doen. Je kan naar beneden kijken, maar je kan ook naar boven kijken. Hoe sta jij erin? Want heel veel spelers en ook de trainer zeggen nog, ja, we kijken nog altijd naar beneden. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat sommigen misschien denken, het glas kan ook half vol zijn. Ik denk dat we ook nog eerst naar beneden moeten kijken en zeker moeten zijn van die rechtstreeks handhaving. Want dat is toch nog altijd doel. Maar het zou mooi zijn als we nog een paar plekjes kunnen opschuiven. Maar de bedoeling is toch om zeker die rechtstreeks handhaving te verzekeren.